Bienvenue à Loreninge, une ville tranquille située à l'extrême ouest de la Flandre occidentale. Un plat pays vert qui s'étend à l'infini. Dans la jolie ferme Trankerit, Jacob reprend lentement mais sûrement le travail de son père. Ce jeune producteur de lait biologique déborde d'ambition. Ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier gewoon op bedrijf. Mijn vader en moeder hebben dat hier in 82 overgenomen. En zij zijn begonnen met bio. En ik heb niet anders gezien, dus ik heb die traditie eigenlijk overgenomen. De kinderen zijn er wel graag bij eigenlijk. Ja. En als we op het veld zitten, ook met de tractor, gaan ze ook graag mee. S'morgens beginnen we met de koeien te melken. Dan na het melken gaan we de kalfjes melk geven. Dan voeder maken, dus eten maken voor de koeien. Les 200 vaches de Jacob paissent ici tranquillement. Elles broutent des herbes et du trèfle et reçoivent aussi des compléments nutritionnels, entre autres de la graisse de lait, de la betterave sucrière et de la farine de maïs. De voeding van onze koeien is allemaal biologisch. Het hoofdbestanddeel dat de koeien eten is grasklaver. Een klaver neemt de stikstof uit de lucht op en zet die om in de bodem. En dus er zorgt ervoor dat er extra groei is van gras. Et pour composer avec les étés plus secs, Jacob plante des arbres pour que les vaches aient suffisamment d'ombre. Jacob teste des techniques de culture éco-responsables plus performantes. Mais il rêve aussi d'une petite éolienne qui lui permettrait, en plus de ses panneaux solaires, de produire encore plus d'énergie verte. Car tout ce qui peut être réalisé directement dans la région permet de réduire l'empreinte CO2. Bijna alle ruwvoeders telen we zelf, of wordt door lokale akkerbouwers hier in de buurt geteeld. Een boer is altijd aan het innoveren of altijd een nieuwe ding aan het bedenken. Hoe beter een dier het heeft, hoe beter dat hij hem ook gedraagt en hoe meer dat hij ons teruggeeft ook het dier. Zo zegt hij die vrijheid hem om buiten zelf gras op te nemen uit de weide, dan ook voldoende plaats in de stal. Dan denk ik ook aan de koeborstel. Als de koe er tegen gaat staan, begint hij te borstelen. Dat zijn allemaal dames in onze koeien, dus die zien er ook graag goed uit. Hè. Dan hebben wij hier op bedrijf lichtboxen. Dat is eigenlijk een aparte box die mooi afgescheiden is. En dan hebben ze eigenlijk elk een eigen plekje. Het is soms wel een wellness. Ja. Ze worden iedere dag gesoigneerd, gehaaid. Het mooiste moment is altijd dat je de koeien voor de eerste keer naar buiten doet in een jaar. Dan zijn ze zo zot als iets en dan springen ze. Ja. Een koe heeft een karakter. Het heeft eigenlijk wel een eigenwijs karakter. On comprend donc mieux pourquoi ces vaches fournissent un lait bio si bon. Tout le lait biologique de l'Aisse provient de la coopérative biomilk.be. 100% équitable, 100% belge et 100% biologique. Rendez-vous dans votre magasin de l'Aisse ou surfez sur delaisse.be pour plus d'infos.